De volgende persoon, dat is een van mijn eerste stylingopdrachten geweest. Dan was ik nog een kleine, kleine Jani. En ondertussen zijn we groot geworden. Maar los daarvan zijn we toch hele, hele goede vrienden geworden. Ik ben heel blij dat ze hier is. Natalia! Darling, darling! Ze gaan zo met de zonnebril en al. Ja. Ja. Ik dacht, ik ga naar Jani, ik ga ervoor zorgen dat ik er een beetje fashion maar dat bij is, dat is, dat is. Zeg, jij hebt al je kleertjes mee? Zijn de zenuwachtig om je kleertjes te tonen aan mij? Nee. Oh nee. Nee, voor wat? Ja, iedereen is altijd zenuwachtig. Van, oei, wat gaat Jani zeggen? Ik heb mij dat schillen wat jij zegt. She doesn't care. She doesn't care. Dat is zo lang geleden dat ik nog in je kleerkast heb gezeten. Ja, je wilt niet weten wat dat allemaal is. Precies een winkel geworden. Ja, want dat was toen ook al. Ja, maar dat is marginaal, maar oké. Okay. Te veel? Ik heb al, ja, maar ik heb al heel veel weggegeven. Ik geef heel veel aan Moeders voor Moeders. Ja, dat is goed. Vind ik echt super tof om dat te doen. En stuur je dat dan terug? Doen ze het aan? Ja, ik hoop dat. Ja, natuurlijk. Ik hoop dat, want er zitten keiveel gratis stukken. Mijn favoriete kledingstuk is eigenlijk... Weet je wat? Dat is echt iets voor mij. En ik heb dat zeg jij echt? Ja, ik heb dat in 5 verschillende kleuren gekocht. Ja. Dat is eigenlijk een shortje. Dat zit goed. Kunt met dansen. Een mooie, chique top. Mijn pulp wordt geaccentueerd. Sorry. Deze is een topstuk. Dat noemen we de Natalia. Nou, dat zou misschien wel... moet je dan zo uitbrengen. Dat zou wel mogen. Hey, dat kan toch, hè? Ja. Ik weet maar dat jij dat mottig vindt. Maar... Ja, natuurlijk vind ik dat. Maar ja, ik vind dat dan zo danseresachtig. Ja. Oké, okay, dan zie ik hier een beetje een visnetje. Welke is deze, lieve schat? Dat is mijn miskoop. Oh, je zou het niet zeggen. Ja. Je zou dus het niet zeggen. Ja, dus dat is mijn miskoop. Ja, laat eens zien. Dus ik ben op een gegeven moment... Darling. Ja, maar kijk. Ik kom er niet. Wat is voorkeur? Maar allez, kom. Dat komt uit een winkel in een van de straten van het centrum van Barbados. Ah, ja. Bridgetown. En ja, je zit dan in een andere vibe. Ja, maar dat gebeurt zo vaak. Ik wil mij dan onderdompelen daar in de sfeer, want ik heb Barbados graag en ik kan er heel veel. Oh, ja, het is zo wat. Eigenlijk. Je zit voorbij gewandeld en het gordijn is aan je begat blijven plakken. Ja, en partij kinder vonden dat allemaal cool. Dat was dan je miskoop. En dat niet. En deze niet. Nee, het ging over herinneringen. Ja, maar ik ga het even dichter bij de camera brengen. Ja, goed. Doe maar. Ja, het is een beetje vergeeld. Ik zal u vertellen waarom het een klein beetje vergeeld is. Ja. Namelijk, dat is een kleedje dat ik met mijn papa samen gekocht heb. Oh. En dat is een kleedje dat ik aan had voor mijn allereerste optreden ooit. Live. Voor veel mensen. Dat was ik 14 jaar. Ik ging altijd 1 of 2 keer winkelen elk jaar met onze papa. En hij zo, H&M, dat is rommel. Dat moet je niet kopen, dat is rommel. Dat hangt tot 10 en 1 keer wassen. En dat is... Je moet kwaliteit kopen. Echt waar. Dus dan ging hij met mij mee en dan, voilà, dit was een van de... Kledingstukje. Ja, en dat wil ik nu direct wegdoen. Dat mocht je nooit wegdoen. Nu, ik heb dat geheim ondertussen verteld al tegen Natalia. Maar als ik haar vroeger zo in iets moest steken en ik kreeg haar dan niet in van kledingstukken, dan belde ik naar de papa. Dan zegt hij de papa, je moet me helpen met die erin te krijgen. En dan zegt de papa, zeg tot kwaliteit dus. Maar dus als je niet meer weet wat je moet aandoen... Ja, en je, doet dat, je voelt je daar goed in ook zo. Dan doe je gewoon... Botten aan. Botten, dingen tot over de knie. Wacht. Maar die zijn wel, die heb ik nog nooit gezien. Nee, die zijn van niet. Je bent nog nooit go-to naar mij geweest schat, met die. Die doe ik aan totdat er geen hakken meer aan zijn. Heel schoon. En dan, ik ken nog een grappig verhaal. Ja. En dan had ik net een kei coole nieuwe pull aan. Waar ik dacht, dat gaat Natalia zo mooi vinden. En Natalia kwam in en zegt, oh, zo gezellig schat, met die pyjama aan. Ja, dat is echt waar. En ze kwam om mij beter te doen voelen. Sorry. Ik dacht, ja, awkward. Nee, dat is niet awkward. Nee, ik dacht niet zo, oeps, maar ik heb een fles wijn. Dus, ik had een paar ideeën om mee te brengen. En ik dacht... Weet niet, echt, ik voel het mijn hartje. Ik krijg daar terug dingen van. Ja, dus dit is een corset. Oh. In een tijd dat we dus... dat Jani mijn styling deed met mijn shows. Dat heb ik dan, ik denk, 92 keer aangehad, want we hebben dan, denk ik, 92 shows gedaan. Was dat nu eerste grote show? Tweede. Of de tweede? Dan de eerste grote show heb ik namelijk ook
een herinnering maar bij. Maar je hebt dat allemaal bijgehouden. Om eens even te laten zien het soort van hoe slecht styling, Jani was. Hoeveel goede ideeën dat hij had. Oh my god. Jawel. Je hebt er nog allemaal. Dat zou wel zijn. Zeg. Dus dit is een ideetje. Ik vind die nog altijd cool. Mm-hmm. Ja. Ah, maar wacht, ik ga het uitleggen. Ik weet het. Ik en weet het was gebaseerd op... Charleston. Nee. Op het kleedje van Eurosong. Juist. Manneke. Maar wat een leuke tijd. Echt, hè? Wat, ik was zo maar wat een zenuwachtig slechte voor... fucking styling. Maar echt, waar. Kom, we gaan het even doen, toch? Dit. Ah, ja. Oh, ja, het is keischoon. Ja, Jani zal het wel weten, hè? Dat waren de jaren 90, hè? Excuseer. Ik ben pas in 2003 begonnen. Ja, maar ik zal ook even vertellen hoe koppig jij waart. Want dan zei Natalia, ik moet een wit kleed. Ja. Ah. En dan moet jij zoiets geven. Ja, en dan dacht ik... Ah, misschien ja, als ik geen... dat geef, doet ze het niet aan. Er is geen enkel ander wit kleed. Hè? Dat is de tweede toer. Die steentjes aan Natalia heb ik daar nog op genaaid. Och, jongen, dat is nice een man, zevra. Zeg, schat. Van deze of wat? Nee, van deze. Ah, oké. Okay, dat is toch de max. En dit is ook 2005. Als ik dat nu zie op video, dan denk ik, man, dat is gatlelijk. Ja, dat is lelijk. Dat is echt gatlelijk. Ja, dat is echt gatlelijk. Maar dat was toch een hele mooie top. Tijd. En ook, ik heb echt nog waar? Een leuke anekdote. Ik had namelijk een lederen wit topje. Ondertussen heb ik dat niet meer. Want tijdens de kledingwissel was Jani zo zenuwachtig. Maar zo zenuwachtig. Ik ga het direct vertellen. Dat hem het dus kapot getrokken nee, had. Nee, ja. Tijdens de wissel. Dus Bibi zegt... We hebben geen tijd. Ik moet op. Geef die zwarte BH. Oké, die zwarte BH. Yo, ik kan toch niet met een BH-podium? Dat ging niet in een tijd, nu zou ik dat wel gedaan. Oh, ja. Maar dus, dat ging niet. Ik zeg, dus geef die witte leren vest. Ik doe die witte leren vest op jouw podium. Ik heb gewoon mijn eigen kapot gezweet. Omdat meneer een leertopje kapot getrokken had. Ik heb het niet bij. Ah nee, want het is kapot. Ja. Ik zal nu het echte verhaal vertellen. Ah, dus, ja, dat was een hier. Snelle wissel. Ik denk 30 seconden, hè. Ja, dat, maar dat is dan een minuut geworden. Ja, dat is, en dat zeg, mijn daar gitarist... Daar, bloot. Allee, we hadden een BH. Je bibbert dus terug, hè. BH. Oh, dat was ik zo'n BH. Dat was zo op zingen. Zo. En daarmee aan het zien. En ik dacht, ik denk dat ik naar huis ga. Oh, schat. Maar je moet niet te veel bibberen. Je moet dat vergeten. Is dat deze? De kakbroek. Ah, je ziet het. Ja. Die gaat op een dag vanzelf weglopen. Zo lang heb je die al. Ja. En dan laat je daar nog sletsen op aan. Die look zit in mij gegraveerd. Sletsen en ook hakken, hè, soms. Hè. Nog nooit gezien met hakken. Allee. Je mocht kiezen. Ofwel mijn eeuwige vriendschap, ofwel uw kakbroek. Ik moet mijn kakbroek niet meer hebben. Dan krijg jij mijn eeuwige vriendschap. Ja! Love you, baby. En van dat toppetje, dat BH is echt uw schuld geweest. Nee, dat is niet aanvaard waar. Aanvaard dat nu toch nee, gewoon. Dat is niet waar. We zijn zo oud getrapt.